nieuwe video van Kees aan de Kook. Superleuk dat jullie kijken. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd voor de nieuwe receptvideo. Vandaag gaan we sushi maken. En nog wat dingetjes daarbij. Eerst gaan we even laten zien hoe we de rijst verkopen voor de sushi. En wat we er allemaal voor nodig hebben. Om te beginnen, wat hebben we allemaal nodig voor de sushi rijst? Sushi rijst. Ik heb hier 300 gram sushi rijst. Dan zometeen 330 gram water voor het koken. Dan zometeen een halve theelepel zout. En 4 eetlepels rijstazijn. Okay, wat gaan we doen? We gaan nu de rijst gaan we wassen. Echt heel goed wassen. Net zo lang totdat er helder water van de rijst afkomt. Dan is de rijst goed gewassen. Excuses voor de kinderen, die zijn buiten aan het spelen zoals jullie horen. Dan gaan we de rijst koken. Dan gaan we de rijst en het water in een pan doen met een dikke bodem. En dan gaan we die op gemiddeld vuur aan de kook brengen. Zodra die kookt, gaan we het vuur hoger draaien en 5 minuten hard door laten koken. Daarna draaien we het vuur weer wat zachter, wel dat het water blijft koken en laten we het nog 10 minuten doorkoken. Als dat die 10 minuten voorbij is, dan gaan we hem van het vuur afhalen. Deksel erop en laten we hem nog even 10 minuten staan. En daarna gaan we de rijstazijn en het zout warm maken. En gaan we dat langzaam over de rijst heen doen. En daarna doen we hem in een bredere kom de rijst. En gaan we met een waaier af laten koelen tot kamertemperatuur. En als je rijst op kamertemperatuur is, dan kun je sushi gaan rollen. Zo, mijn rijst heb ik uit de pan gehaald. Die heeft de eerste 5 minuten langzaam aan de kook gebracht. 10 minuten wat harder doorkoken. En daarna 10 minuten met het deksel erop. Nog even wat rust heeft hij gehad. Nu heb ik hem in een kom gedaan. En ben ik mijn rijstazijn zoutmengsel ben ik even aan het verhitten. En die gaan we dan zo meteen beetje bij beetje bij de rijst gieten en dan gaan we de rijst zo zeg maar doorroeren zodat de korrels los van elkaar komen. Dat moet je alleen wel heel voorzichtig doen, anders dan maak je de rijst kapot, dan krijg je rijst kapot. Dus deze kookt. Beetje bij beetje toevoegen. De rijst koelt nu ook gelijk af tot. Dus heb ik tussendoor nog even een tip. Ik heb hier rauwe edammerboontjes, sojaboontjes, die je bij de Japaner altijd eet. Die gaan we zo meteen eten bij de sushi. Laten we ontdooien. Dan gaan we een pan met water opzetten. En daarbij doen we een mooie scheut vissaus, zodat het water lekker zoutig wordt. En daarin blancheren we de edammerboontjes voor 5 minuten. Dus 5 minuten blancheren in water met de vissaus. Mooie scheut, zodat het water lekker zout wordt. En dat eten we bij onze sushi. Even een tipje tussendoor. Goed, dan kunnen we de sushi gaan maken. Hè? Ik heb een matje een klein beetje nat gemaakt. En de nori erop gelegd. Een bak met water erbij gezet, zodat ik mijn handen nat kan maken. Als ik de rijst erop druk, dan blijft het niet zo aan je handen plakken. Goed, ik ga er nu eentje maken met tonijn. En, om het even voor te doen aan jullie. Zo, dan zie je hier dus sushi, gerolde sushi. En dit was mijn versie van de
sushi, een sushi rijst koken en een rol sushi maken. Nee! Voor deze maandag 3 uur. Super leuk dat jullie gekeken hebben. Bedankt daarvoor. Verrukkelijke video. Even duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En we zien elkaar volgende week maandag weer. 3 uur sharp bij een nieuwe Kees aan de Kook. Tot dan. Doei doei.